Hallo, ik ben Tim Bourrie, chef van restaurant Bourrie in Roeselare. We bestaan ondertussen 11 jaar. Ik deed mijn opleiding in Kokzijde, de hotelschool. Daarna trok ik naar Brussel, 2 jaar ervaring in de Kop Chispa. Tijd was rijp om voor iets nieuws, dus trok ik naar Sluis. Oud-Sluis bij Sergio. Hard leerschool, maar superveel geleerd en vooral veel plezier gehad. Daarna 2 jaar in Gent gewerkt als chef van de Belga Queen op de Graslei. En dan was de tijd rijp om onze eigen zaak te starten. En dit deden we in Roeselare, eerst in het stadscentrum en nu hier. Onze stijl van koken is vooral iets die evolueert. Maar mijn stijl is echt een productkeuken. We starten van een goed hoofdproduct, is dit nu vlees, vis of vegetarisch. En daar rond bouwen we met een mooie garnituur een smaakvol, intens gerecht. Ik heb hele sterke mensen rondom mij. En in eerste instantie zit mijn vrouw Inge, die instaat voor de bediening en de goede, warme ontvangst. Ik heb ook mijn broer Ben, die doet vooral de administratie. Eigenlijk alles wat een chef niet graag doet, papierwerk. Bourrie is niet alleen een restaurant. We willen Bourrie ook in de kijker plaatsen als een merk. Daarom starten we enkele jaren terug Bourrie Bottled op. Het is eigenlijk een drankencollectie die bestaat uit enkele gins en enkele likeuren. We hebben ook ondertussen 2 biertjes, wat heel aangenaam is om aan te bieden aan onze gasten of lokaal te verdelen. 3 jaar terug starten Ben en ik ook Bourrie Academy op. Een opleiding dat we jongeren aanspreken van over de wereld om hier bij ons een stage te komen doen. Dat zijn zowel mensen van in Europa, maar evengoed mensen van over de wereld. Een heel mooie inspiratiebron voor mezelf. En ook voor hen om die ervaring op te doen en België, Vlaanderen of Europa beter te leren kennen. Wat de toekomst van Bourrie biedt, is steeds een moeilijke vraag, maar wel een vraag om goed over na te denken. Ik wil vooral in de toekomst mijn job en mijn passie verder blijven doen met heel veel inzet en met heel veel liefde voor de mensen die hier werken en dat we nog lang kunnen gelukkig zijn.